Morgen is het zover, nog maar één nachtje slapen en dan is de dag van de mantelzorg. Carlijn en Kirsten, eigenlijk is het elke dag een beetje mantelzorgdag, toch? Voor veel eigenlijk mensen. Wel, ja, ja. Het is niet een taak die je eventjes opzij kan zetten. Dus nee. Eigenlijk mantelzorg zijn elke dag ermee bezig. Ja, en ja. Hoeveel mensen zijn dat geschat in Nederland? Heb je daar enig idee over? Ja, dus 4 miljoen mensen die hebben op wat voor manier dan ook te maken met de zorg voor hun naasten. Ja. En 1 op de 10 van die mantelzorgers, die ziet het ook echt als een hele zware belasting. Ja. Dus dat het echt een groot deel van het leven omvat eigenlijk. Want wanneer... Je zegt het al, als je voor je naaste zorgt, maar dat noemen we soms ook gewoon zorgen of in Twente noemen we dat naberschap, geloof ik. Wanneer is het dan mantelzorg? Wat is de definitie? Ze gaan eigenlijk uit van als je langer dan 3 maanden meer dan 8 uur per week voor iemand zorgt, dan ben je mantelzorger. Ja. En die 4 miljoen, ja, dat is 1 op de 4. Ja. Dus eigenlijk is het, je zou eigenlijk kunnen zeggen, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Ja. Of je hebt het zelf nodig. Nog meer mensen aan tafel, mantelzorg, iets wat in jullie vocabulaire staat. Ja. En ook voortkomt. Mijn moeder, die dat voor mijn vader doet. Ja, ja. Dat hoor je veel. Hè, dat precies. Mensen voor elkaar is wel al in een verzorgingstehuis, maar gaat regelmatig langs. Ja. En doet niet alleen mijn vader verzorgen, mede verzorgen met de mensen die daar werken. Maar ook de medebewoners. Eigenlijk ook vrijwilliger dus. Ja, ja, precies. Precies, ja. Volop. Mooi. Ja, heel leuk. Hoe is dat voor jou, Astrid? Nou ja, mijn moeder die is 80. Ja, dus mijn broer die woont daar vlakbij en die... Weet je, die gaat gewoon regelmatig langs om dingetjes te doen, maar ja, dat is... Is ook ik gewoon denk zorg, dat het hè? Valt niet onder precies, mantelzorg. Nee. Maar, ik denk ook dat heel veel mensen eigenlijk helemaal niet weten dat ze mantelzorg zijn. Ja, dat herkennen is ook prima. Dat? Ik denk dat het... het is iets wat gewoon bij het leven hoort. Ja. En ik denk ook niet dat het voor iedereen per se zo'n naam hoeft te hebben. Nee. Alleen het is voor heel veel mensen gewoon wel een hele zware taak. Als je iemand echt intensief verzorgt, dan neemt het gewoon wel... Zeker. En het kan van alle leeftijden zijn, want jullie zijn vrij jong. Ja. Allebei betrokken bij het ervaringsmaatjesproject. Kirsten, hoe ben jij daar betrokken bij geraakt? Ik ben social work student op Saxion. Ja. En ik kreeg in mijn tweede jaar, dat was vorig jaar, ik ben nu derde jaar. Maar ik kreeg een mailtje van Carlijn dat zij vacatures open had staan voor ervaringsmaatjes. Ja. En, maar goed, dan moet je dus ook ervaring hebben met mantelzorg en niet alleen maar die studie doen, lijkt me. Ja, en dat is ook wel het unieke aan het project, dat dus jongeren in worden gezet die zelf ook ervaring maar hebben. Maar heb je zelf ook ervaring dan met mantelzorg? Ja. In welke vorm? Ja, ik heb een thuissituatie gehad waarin mijn vader ziek was. Toen was ik 9 jaar. Hij is daar gelukkig wel van genezen. Hij heeft op dit moment nog wel Korsakoff. Ja. En hij woont in een verpleeghuis. Dus wat dat betreft heb ik niet echt dat ik voor hem moet zorgen. Maar je hebt wel momenten waarop je je zorgen maakt. Ja. En dat is ook wel en heel erg belangrijk. En toen jij 9 jaar oud was, zorgde je toen vaak voor je vader als heel jong kind? Nee, ik had niet echt fysieke taken dat ik voor hem moest zorgen in de vorm van wassen of zo. Maar het was meer een zorgen om. Ja. En dat is voor een kind gewoon best wel zwaar, ook voor op school. Ik had veel concentratieproblemen en ik had wel veel hulp aan docenten waarmee ik kon praten. Ja. Dus, want jij zegt ik heb hulp gehad van docenten, maar waren er toen ook al instanties zoals die van jullie, projecten die jou hielpen om het te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is? Want je bent zo jong natuurlijk, 9 jaar oud. Ja, op dat moment was ik er niet echt bewust van dat ik dus jonge mantelzorger was. Nee. Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat het gebeurde en het overkomt je. En ik heb niet echt toen een maatje gehad of zo. Nee. Ik had het wel heel fijn gevonden als het er was geweest. Ja. Maar ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat het thema dus nu steeds en kan je dat nu ook met andere mensen delen? Ja. Wat van mensen, waar deel jij je ervaringen mee? Met wie? Nou ja, ik ben dus zelf ook ervaringsmaatje nu weer dit jaar. En ik kan gewoon echt tegen de jonge mantelzorg zeggen, waar ik elke week 1 keer kom. Ja. Ik weet hoe het is om rekening te houden met iemand anders thuis. Dus dat is gewoon heel fijn, dat kinderen zich gehoord voelen en weten dat ze niet de enige zijn. Dat ze niet de enige zijn. Ja. Maar hoeveel van dit soort verhalen hoor jij, Carlijn, in jouw werk als consulent? Nou, we kwamen er van de week eigenlijk achter dat we bijna onze 100ste koppeling gaan maken. Dus we zijn nu voor het derde projectjaar bezig. En wat houdt dat precies in? De koppeling tussen is, een maatje dus en een iemand die zorgt? Ja, is een die dus een kind eigenlijk dat opgroeit met een ziek of een beperkt gezinslid. Dus het gaat dan niet per se om het fysiek zorgen, zoals Kirsten net ook uitlegt. Nee. Maar meer om misschien ook het zorgen maken en zelf wat zorg en aandacht missen. Als dat veel uitgaat naar een broertje of zusje of een vader of moeder die ziek is of iets heeft. En die worden dus gekoppeld inderdaad, wat Kirsten ook zegt, aan een jong volwassen vrijwilliger of stagiaire.
En die zien we heel veel. Ja, ja. Dus bijna 100. Hoe belangrijk het is nou dat er ook zoals morgen dan zo'n dag van de mantelzorg is? Heeft dat nog steeds veel aandacht nodig, merk je dat? Ja, want je zei net al, hè, mantelzorg is eigenlijk iets van elke dag. Maar ja, heel veel mensen zeggen ook van ja. Doen we gewoon, doen we er gewoon bij. Ja. Ja. Het mooie is denk ik van zo'n speciale dag, dat misschien ook naasten van mantelzorgers er weer op gewezen worden van, ja inderdaad, mijn zus of mijn buurvrouw of mijn klasgenoot, die heeft inderdaad veel zorgtaken of die staat 24/7 voor zijn of haar vader of moeder klaar. En dat die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor meer begrip ook. En meer begrip, ja. En dat er ook eens een keer gevraagd, hoe is het nu met jou in plaats van hoe is het nu met je vader of je moeder. Dus die aandacht is dat een belangrijke vraag? Ja, dat merken we wel bij de jonge mantelzorgers. In de ervaringsmaatjes geven dat ook eigenlijk altijd aan. Dat ze vaak gevraagd worden, hoe is het nu met je moeder? Terwijl, hoe is het nu met jou? Is eigenlijk een hele belangrijke vraag. Omdat de zorgen die er zijn, ook voor zo'n jong iemand al, best belastend kunnen zijn. En daar wordt dan gewoon soms door de situatie overgeslagen of even niet aan gedacht. Ja, en we merken ook vaak dat jonge mantelzorgers zich wel heel verantwoordelijk voelen en zich heel veel rekening houden thuis. Ja. Dus het is ook niet iets wat je 1, 2, 3 opmerkt bij een kind of een jongere als er iets aan de hand is. Nee. Terwijl ze kunnen wel degelijk met concentratieproblemen of zichzelf wegcijferen. Morgen dus. Een dag iedereen misschien een bordje bloem kopen voor iemand die het doet. Is dat een idee? Heel goed idee. Ja, maar waar uit het zich verder in, behalve dat het op de agenda staat, dag van de mantelzorg? Nou, er worden extra verwenddagen georganiseerd voor mensen die in zo'n situatie zitten. Dus, etentjes. Etentjes, bosje bloemen. Het gaat met name om de aandacht en om ook een soort van ze te laten merken dat er oog voor is. Ja, want vaak voelen ze zich misschien helemaal niet begrepen gewoon of gehoord. Erkenning. Van erkenning, ja. Nou, bosje bloemen of een zak met pepernoten ook lekker. Hè? Gewoon, dag van de mantelzorg. Dankjewel.